Verdacht komt eraan. Dat is de noemer van een race en wereldgebeurtenissen die het Vredeshuis nu in het najaar van 2008 herdenkt. De aanleiding is natuurlijk 90 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog, waarvan is dat het zo lang geleden is en dat wij toch wel in Gent een herdenkingstraditie hebben, hebben we aan gedacht om ook andere belangrijke herdenkingsdata van de 20e eeuw daarin te betrekken. En toeval wil dat die jaartal ook allemaal op een 8 eindigen. Zo was er in 1938 de Kristallnacht, ofwel de eerste openbare aanval tegen Joden in Nazi-Duitsland. En in 1948 kregen in België vrouwen eindelijk stemrecht en werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. Het Vredeshuis organiseert het hele jaar door Recht door de Stad, een puzzelwandeling over de belangrijkste kinderrechten. Onder Azië iemand met kroezelhaar, donkere huidskleur. Afrika. Jongste werelddeel, onder de Indiaan staat een meisje. En dat is de oorspronkelijke, de eerste inwoner van het land Australië. We noemen die mensen de Aboriginals. Alle kinderrechten zijn rechten die wij in België vanzelfsprekend vinden. Maar 50 jaar geleden was dat nog niet zo. En in sommige landen blijven die kinderrechten nog steeds een dode letter. Denk maar aan de vele kindsoldaten. De gidsen van het Vredeshuis maken de moeilijke materie van de kinderrechten begrijpelijk voor iedereen. Een van onze taken is onder andere zoals vandaag een kinderrechtenwandeling aanbrengen. De kinderrechten zijn reeds een paar jaar, staan die ook in de eindtermen en wordt heel graag aangewend door de school eigenlijk om de rechten eens op een heel andere manier te bekijken. Want recht, dat is eigenlijk een heel moeilijk woord al op zichzelf, zodat een kinder van een vijfde leren moet gaan uitleggen. Maar wij doen het aan de hand van verhaaltjes van vroeger, hoe het vroeger was, en zij moeten het recht van vandaag daar kunnen aan koppelen. Als je een weeskind was en je werd aan een weeshuis afgeplaatst, dan ging je daar naartoe, dan werden je kleren allereerst ingenomen en je kreeg in ruil daarvoor een grote lap linnenstof die voor meisjes in het rood gekleurd werd en voor jongens in het blauw. Vroeger hadden kinderen niet zoveel rechten, want ze moesten veel meer doen dan nu en nu krijg je veel meer speelgoed ofzo dan vroeger. Ja, welke rechten hebben kinderen? Recht op eigen mening en op eten. En hier komt het Vredesbos. Op 12 november zullen de burgemeester van Hiroshima en de burgemeester van Gent, Daniel Termont, de eerste boom planten. Beide burgemeesters zijn lid van de Mayors for Peace, een organisatie die pleit voor de afschaffing van kernwapens. Het is een groeibos in de Gentbrugse Meersen. Een van de themabossen zal het Vredesbos zijn, dus het heeft een hoge symbolische waarde. Uiteraard zal het ook een ecologische betekenis krijgen. En het is ook de bedoeling dat allerlei vredesorganisaties hier allerlei activiteiten gaan kunnen organiseren. Het Vredeshuis organiseert zelf al verschillende activiteiten rond herdacht. Zo zijn er wandelingen, theatervoorstellingen, lezingen en concerten. En zoals elk jaar is er op 9 november de herdenking van de Kristallnacht aan het Michael Lustig Monument aan de Lindelei. Voor meer info surf je naar gent.be. Het Vredeshuis kan je ook bellen op 09-233-4295. En tot slot de agenda. In het Design Museum kan je vanaf zaterdag naar twee nieuwe tentoonstellingen. 100 jaar de Meijeren Made in Belgium gaat over de kunst van het koken. Juwelen van Herman Junger is een expositie over een van de belangrijkste en meest invloedrijke juweelontwerpers van de 20e eeuw. Alle activiteiten rond herdacht kan je terugvinden op de evenementenkalender van de stad Gent. Het hoogtepunt is er op woensdag 12 november. Om 10 uur 's morgens zullen heel wat prominenten het Vredesbos openen aan de Gentbrugse Meersen. En nu zondag kan je in het MIAT de film Toto le Ego bekijken. Voor meer informatie surf naar de website gent.be of bel naar het nummer 09 210 10 10.